bewonderenswaardig dat we als branche zijn hier compleet met z'n allen staan. Van een klein bedrijf tot een groot bedrijf. We hebben allemaal onze problemen. De ene probleem is wat groter als de ander. Maar dat we een probleem hebben, dat is zeker. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de economie, wordt gezegd. En die heeft steun nodig. Nou, zo ook wij. En daarom zijn we hier. Ik wil het woord geven aan meneer Theo Vechter. Theo, waar is Theo? Hier is Theo. Dankjewel. Goedemiddag, dames en heren. De bedoeling was dat wij vandaag een petitie gingen overhandigen aan mevrouw Keizer van Economische Zaken en Klimaat. Die is niet in de gelegenheid. Dat gaan we in de namiddag nog doen. Maar gelukkig zijn hier drie Kamerleden. De heer Schoones, de heer Zinks en meneer Van Aalst. Dus die petitie gaan we aan hun overhandigen. Wat staat hier op het Malieveld? De touringcarsector. En de touringcarsector, werkgevers, werknemers, verenigd hier op dit veld. En het zit eigenlijk niet zozeer in de genen van onze sector om te protesteren, om te demonstreren en ook niet om steun te vragen. Waarom staan we hier dan wel? Daar is maar één reden voor. De nood is verschrikkelijk hoog. In maart is corona het land gekomen. En in maart begint ons seizoen. Onze sector karakteriseert zich door het seizoenspatroon en door, als u achter mij kijkt, kapitaalintensieve investeringen, de bussen. Nou krijgen wij van de overheid steun. Dat is mooi. Maar die steun is onvoldoende. Dat heeft te maken met die dure bussen. En we hebben een onafhankelijk bureau gevraagd. Zoek nou eens uit, wat betekent dit? De werkgever betaalt 80% van alle kosten nog steeds door om het bedrijf in leven te houden. 80%. Dat houdt geen bedrijf vol, dat houdt geen sector vol. Dus als wij geen kaalslag willen, faillissementen van bedrijven, waarvan wij zeggen, wij schatten het minimaal bij ongewijzigd beleid op 40%. En als wij geen werkloze chauffeurs willen, die we nog niet zo lang geleden heel hard nodig hadden, dan moet er, en daar zijn er trouwens 6000 van, dan moeten er maatregelen genomen worden. Dan moeten we financieel gesteund worden. We zijn ondernemers, we zijn creatief, we willen alles wel doen, maar we moeten de mogelijkheden ook krijgen. En die hebben we niet. We hebben plannen ingediend. We hebben plannen ingediend om bij te rijden bij het openbaar vervoer, om de passagiers te kunnen bedienen. We hebben een protocol gemaakt, protocol gebaseerd op de noodverordening en de richtlijnen die later gekomen zijn. Ik denk tot op de dag van vandaag dat dat een fantastisch protocol is, waarbij één ding voorop staat en dat is de gezondheid van onze passagiers. Dat protocol zegt mondkapjes, net zoals bij het OV, net zoals in de luchtvaart. Wij kennen onze passagiers, want het is besloten vervoer. Dus we vragen ze een geneeskundige verklaring. Dat doen we bij openbaar vervoer niet. Dat doen we bij de luchtvaart weer wel. En we hebben ons aangesloten bij de groepsgrootte van 1 juni. En dat is 30. Nou, dat was waar wij voorzichtig mee aan het werk wilden. En wat gebeurt er? Handhaving zegt niks mee te maken. Wij gaan terug naar de noodverordening. En dat betekent 1,5 meter. En in die prachtige bus hierachter kunnen dan 12 tot 13 passagiers. Ja, jammer. Maar dan is niet rendabel te krijgen. Als je het nou gaat samenvatten, dan komen we tot 2 hoofdstromen. Wij hebben nodig steun van de overheid. Zo niet, dan gaan de activiteiten die maatschappelijk nut hebben, gaan verloren. NS-stremmingen, werknemersvervoer, openbaar vervoer, dagtochten voor ouderen, ga maar door. Dat kan niet verloren gaan. Dus wij moeten die steun, die overbrugging hebben. En tweede, kijk naar ons protocol. Dat is een zeer zorgvuldig protocol. En sluit aan bij andere sectoren die wel mogen. Je hoort dan ook nog vaak die luchtvaart. Ja, maar die hebben een goede ventilatiesysteem.
ons ventilatiesysteem is beter. Dat hebben de fabrikanten gezegd. Dat zeg ik niet, want ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar ons systeem ververst vaker en is dus beter en geeft dus minder risico. Voordat ik naar de petitie ga, en die wordt nu gebracht, zou ik de geachte Kamerleden willen vragen om onze ambassadeur te zijn in de Tweede Kamer. Daar wat in beweging te zetten. Zet het kabinet in beweging, zodat wij in beweging kunnen komen. Heel graag en bedankt voor de aandacht. En misschien willen jullie ook nog wat zeggen. Ja, dank u wel. Zal ik het podium even pakken? Ja, uw noodkreet wordt zeker gehoord en ook verstaan. Ik merk dat ik nog wat harder moet spreken in de microfoon. Ik hoop dat ik nu verstaanbaar ben. Fantastisch dat u vandaag hier naartoe gekomen bent om uw nood aan te geven, uw nood uit te spreken. Ook richting de Kamerleden die hier aanwezig zijn. De collega's van andere partijen zijn hier ook naartoe gekomen om dit ook te aanschouwen, de emotie die daarmee gepaard gaat. Deze prachtige bedrijven mogen natuurlijk niet kapot gaan, mogen niet omvallen. Dat betekent ook dat we inderdaad gaan kijken of het OMT met een advies kan komen. En we houden natuurlijk rekening met die volksgezondheid. Daar houdt u ook rekening mee. U heeft allemaal hier een kapje voor, u houdt afstand aan. We weten allemaal hoe belangrijk de gezondheid is van de mensen in Nederland, maar ook daarbuiten. Maar het betekent ook dat uw bedrijven gezond moeten blijven. En het betekent ook dat als er regels worden gesteld, onder andere voor het openbaar vervoer, dat je gelijke monniken, gelijke kappen uiteindelijk zou moeten zien te creëren. Dus daar moeten we op gaan sturen de komende tijd. En we hopen dat u uw bedrijf daarmee overeind kunt houden. Onze steun heeft u. Dank u wel.